uw aandacht graag voor een nieuw luisterspel. U zult niets van mij horen van Paul Bart in een vertaling van Andries Poppe. Niets? Helemaal niets. Niet het minste? Absoluut niets. Maar hij moet toch af en toe bewegen? Ja, hij beweegt niet. Nooit? Nooit. Maar zo'n huurder moet toch komen en gaan? Ja, hij komt en gaat niet. Altijd thuis? Altijd. Of nooit. Ik weet het niet. Ik hoor niets van hem. Sinds hij hier is komen wonen. Oh, benijdenswaardig. Oh, weet je dat? Als ik aan mijn huurders denk. Aan die ene bijvoorbeeld. Iedere morgen sloot hij zich in de badkamer op, tenminste voor een uur. Neemt jouw huurder nooit een bad? Ik heb het nog nooit gehoord. Maar moet je toch wassen en scheren? Hij scheert zich niet. Hij wast zich niet. Wat een varken. Sst. Varken. Sst. Stil. Wat is er? De Patrick, hè? Hé. Je huurt? Aan de deur. Ik hoor niet. Het slot knarste. Wat knarste? Jawel, een sleutel. Niets gehoord. Iemand sluit voorbij. Ik hoor niets. Niets. Dat is niet uit te houden. Meneer! Meneer! Oh. Verschrikkelijk. Venke eet. Ja, dat weet ik tenminste. Erwin Venke. Dat zei ik toch. Betaalt hij tenminste de huur? Stipt, door postrekening. Dat is dan toch iets. Ja, als je het maar eens kon vergeten, dan had ik een reden om aan zijn deur te kloppen. Dan kon ik met een gerust gemoed roepen, meneer Venke, ik moet met u praten vanwege de huur, maak alsjeblieft die deur open. Waarom doe je dat dan niet? Hij betaalt immers de huur. En hij blijft onzichtbaar. Ja, verzin dan een ander voorwendsel, om tegen wat. Dan kan je tenminste uitvissen wat hij in zijn kamer uitspookt. Ik ben bang voor hem. Bang? Voor zijn zwijgen. Het werkt zo onverbiddelijk, zo. Och, je veelt je veel te veel in. Ja, wat moet ik dan doen? Een doodgewoon negeren. Er valt niets te negeren. Hij negeert mij, totaal, in mijn eigen huis. Hij heeft zich in zijn kamer teruggetrokken als in een cel. En die cel, die wordt alsmaar groter. Pauwen tenslotte het hele huis in. Huisteresje. Ja, dat is, ik weet het, het is dwaze inbeelding. Ik weet het, maar ik heb de jongste tijd alleen nog maar dwaze inbeeldingen. Ik kan geen krant meer openslaan. Bij elk bericht dat ik lees, krijg ik waanvoorstellingen. Wapenarsenaal in de aanpalende kamer. Een drugbende. De buren vermoeden niets. Jongeman zaagde zijn vriendin aan stukken. Oh, dat zou je toch horen. Ja, dat... Ik had nooit een huurder in huis moeten nemen. Een huurder is nu eenmaal een risico. Maar wat wil je? Eerst die echtscheiding met Karel. En daarna... Die reusachtige woning. Alles opeens zo leeg. Toen dacht ik, het zou misschien wel fijn zijn als er weer iemand in het huis was. Een stille, nette heer. Die waarover ik het daarnet had. Die in bad, die zong voortdurend. Aan de kosten, die waanzinnige hoge huur. Ach, ik had het huis moeten opgeven. Tosca, altijd maar Tosca. Het aria aan de sterren. Dan heb ik een advertentie geplaatst. Zoek rustige huurders. Nou, tenslotte heb ik mijn abonnement voor de opera opgezegd. Ik kon geen arias meer horen. Rustige huurders. En de sterren. Ja, luister. Hou jij niet van Puccini? Hij luistert aan de wand. Hoe kan je dat weten? Ik weet het. Hij sluipt naderbij. Drukt zijn oor tegen het behang. Hij verstaat elk woord. Laat hem dan elk woord verstaan, die huurder van jou. Verstaat u ons? Alsjeblieft. Praten we luid genoeg? Hang op. Mijn tweede huurder was ook zo'n kerel. Stond altijd aan de deur te luisteren. En op een keer duw ik de deur open en... En? Hop, een buil op zijn kop. Ach, mooi. Nee, helemaal niet mooi. De rest van de dag lag hij te kreunen op de sofa. En ik maar koude doeken op zijn voorhoofd. Ja, mooi, als je weet dat dat iemand is. Niet altijd, mijn liefje. Mijn voorlaatste huurder bijvoorbeeld, die was er altijd. En hij liet er geen twijfel over bestaan. Een muziekliefhebber. 12-tonen stelsel. Ja, wat je allemaal niet beleeft met huurders, ja. Nou, het zijn natuurlijk niet altijd onaangename ervaringen. Integendeel. Als ik aan die kleine Senegalees terugdenk. Ach, bruin over zijn hele lijf. Oh, daar ben ik nog het meest bang voor geweest.
voor bruine lijf. Veel contact. Geloof van familie en zo. Melkmuilen met een moedercomplex. Een vraag hier, een probleem daar. Nee. Ik moet na die echtscheidingsaffaire met Karel eerst opnieuw tot mezelf komen. Is het. Ik wou, dat klinkt nu misschien gek, maar ik wou een rustige huurder. Die heb je nu. Bleek en smalletje stond hij daar wonen. Half een kind nog. Beleefd. Ik was rechtuit, rechtaan met hem. Ik zei hem zonder omwegen. Nog wat thee? Dank je. Een melk? Dank je. Suiker? Ik zei het toch, wel, dank je. Natuurlijk. Sorry hoor. Ik heb het zenuw. Waar was ik gebleven? Je zei zonder omwegen tegen je moeder. Ah ja, om elk misverstand te voorkomen. U krijgt die kamer, dat is uw kamer. Ja, nogal logisch. En daarmee is het uit, hè? Ik laat u met rust, u laat mij met rust. Akkoord? Dat heb je tegen hem gezegd. Letterlijk. En hij zei daarop, u zult niets van mij horen. Ook letterlijk. Ja, dat is het laatste wat ik van hem gehoord heb. Ideaal, zou ik zo zeggen. Als ik aan mijn laatste huurder denk, die kerel met zijn bazuin. Maar ik had dat niet eens zo letterlijk bedoeld. Ik was me wel van bewust dat een mens niet volkomen geluidloos kan leven, zeg. Ik was op allerlei geluiden voorbereid. Voetstappen, stemmen, dichtslaande deuren, hoesten in het koude seizoen. Ik was voorbereid op compromissen. Maar hij blijkbaar niet. Oh. Die stilte die maakt me kapot. Oh, nu overdrijf je. Wat ik me allemaal in het hoofd haal. Dat is een vriendin aan stukken zaagt. Erger, veel erger. Nog erger? Vaak denk ik, hè, dat Karel daar achter die band zit. Je gescheiden man. Ook hij werd de laatste jaren van ons huwelijk alsmaar stiller. Nou, in het begin is het me helemaal niet opgevallen dat hij niets meer zei. Dat ik niets meer van hem hoorde. Dat gaat zo. Als je lang met elkaar samenleeft, ieder heeft zijn eigen problemen. Je hoort niets meer van elkaar. Je weet nog nauwelijks of de andere er nog is. Ja, tot die andere dan voorgoed verdwijnt. En nu hokt hij daar, achter die wand, zijn geest die wraak neemt. Omdat ik Karel nooit gevraagd heb waarom hij zo zwijgzaam was. Of hij problemen had, of zorgen. Die stilte, daar achter die wand, dat is zijn stilte. Een waterkraan! Wat zeg je? Ik heb een waterkraan horen lopen. Ergens in huis. Bedoel je? Dat bedoel ik. Ja. Zo gaat het nu al een half jaar lang. Telkens opnieuw denk ik dat ik iets van dit spook hoor. Hij houdt me in zijn greep. Dit is zijn huis geworden. Het is overal en nergens. Het dringt me buiten uit mijn eigen huis. Stap voor stap. Nou. Zo is het. Zoals ik, Karel, wist het. Ach, kom tot rust, lief. Rust. Ja, kom tot jezelf. Waar? En kom me af en toe een bezoekje brengen. Je hebt mijn nieuwe woning nog niet eens gezien. Een droom. Niet zo donker en reuzengroot als jouw huis. Integendeel, helder en overzichtelijk. En daar is geen plaats voor spoken. Heb jij op dit moment geen huurders? Op dit moment niet, nee. En zou je er geen nieuwe nemen? Misschien wel. Een rustig, sympathiek mens. Mij ook? Jou? Oh, jouw woning moet werkelijk verrukkelijk zijn. Dat wel. En je zal ook niets, helemaal niets van me horen. In dit Mingelaarsgespel, U zult niets van mij horen, van Paul Bartz in een vertaling van Andries Poppe, horen u Dora van der Groen en Emmy Leemans. Technici waren Roger Kleremans en Piet Stengelen. Geluidsregie Daniel Santes, regie Jos Joos.